we staan inmiddels op het achterdek nadat de meetrailer aan boord gehesen is. En ik sta hier met Ilona Velsboer van TNO. Ilona, wat is jouw rol in dit onderzoek? Wij gaan de methaanemissies van de platforms op de Noordzee meten. Ja. En hoe meet je die methaanemissie? We hebben apparatuur aan boord waar we dus de lucht, de stuurboord, bakboord en de voorzijde naar binnen halen door de apparatuur gaat. Waar we dus methaan, ethaan, lachgas, NOx, BTX, fijnstof, CO, allerlei componenten kunnen wij meten. Het zijn een hele hoop metingen. Doen jullie dat alleen? Nee, wij zijn sowieso met 4 collega's hier aan boord om 24 uur per dag te kunnen meten. Dus we werken in ploegen. Ja, daar gaan we door. De platforms ook sniffers die emissies meten. Er staat toezicht op de mijnen controleren of het allemaal goed gebeurt. En ook de KNMI is bij betrokken om die meet vanuit de lucht, via de tropomie. Oké, vanuit de ruimte, ja, met de satelliet? Ja, vanuit de ruimte, ja. Oké, en al die data kan dan gecombineerd worden, ja, om een totaalplaatje te maken? Ja. Wauw. Hier zie je aan stuurboord en aan bakboord meetmasten staan, waar dus de lucht wordt ingelaten en ook de meteo wordt gemeten. En ook helemaal boven op het dek is een luchtinlaat en een meteomast om alles te kunnen meten. Hier wordt water uit zee opgepompt, gaat in dit vat. En vanuit hier wordt het met een kleinere pomp in de meetwagen gepompt. En daar wordt in een vat de concentratie methaan die in het water aanwezig is gemeten, wat dan uit het water omhoog komt. Alle apparatuur is aan boord. De trailer is veilig vastgeshort. We zijn klaar om te gaan varen. Ik ga even bij de kapitein praten om te horen waar we precies naartoe gaan en wat de route wordt. Volgende video. Zie je snel.